Goedendag mensen, leuk dat jij kijkt naar deze nieuwe aflevering van F1 2019, de Career Mode. We gaan eigenlijk verder, eigenlijk bij een team aan de slag. Daar gaan we dus mee verder. En we gaan kijken voor welk team we dus een stoeltje kunnen vinden. En ik zit namelijk te denken tussen Haas en Alfa Romeo. En ik denk dat wij voor Alfa Romeo gaan. Ik heb gekozen voor een Ferrari Junior Academy. Excellent choice. From my conversations with them, they're going to be very excited to pursue this opportunity with you. I'll let them know our intentions immediately. I'll have to clean up some final details with them, but that's what you pay me for. Other than that, congratulations. You've earned it. Nou, we hebben dus een F1 stoeltje eigenlijk gekregen, bemachtigd en bij Alfa Romeo Racing. Dat vorig seizoen Alfa Romeo Sauber heette, waar ik in 2018 ook mijn debuut heb meegemaakt. Dus we hebben een achievement ontgrendeld. En we gaan dus beginnen bij Practice 1 in Australië. We maken kennis met ons nieuwe team en Carl, die we van 2018 ook al hadden. Ik weet niet hoe je dat zegt, ontmoet. No, hey, you're here. I'll catch up with you. Sorry, I'm just on my way out, but your workstation's at the back over there. It should be all set up on the network, but let the guys know if it isn't. From there, you can access all the data you need to help us direct development of the car. Get yourself settled, and then head out to practice when you're ready. I'll catch up with you later, okay? Okay, do it. Welcome to your new team. Alfa Romeo Racing is the kind of team that other privateers aspire to be. No matter the challenges they face, this is a team that rises to the occasion and makes it out the other side. They need someone who can be consistent, resilient and determined. And there's no doubt in my mind that you can give them those qualities. Okay, nou Alfa Romeo hebben we dus gecontracteerd. En nu gaan wij dus de practice and programs doen. De mailbox. E-mails van de teambaas, Carl, Emma en Jeff, team engineer. Winning rivalries is a great way to earn respect from your team and around the paddock, which will help make it easier to negotiate favorable contracts. Your first rival is always your teammate, but you can choose who to declare as your second. The harder the rival from the eligible selection, the more respect you stand to gain or lose depending on the result. Okay. We hebben al gelijk R&D punten, dus dat is goed. Even rond aan te kijken wat de beste upgrade is. What do you think of this one? Nou, we hebben die dus gekocht. Dan gaan we gewoon door naar de practice program, want hiermee kunnen we niks meer upgraden. Hij laat wel erg lang. Welcome to Melbourne and the inaugural event of the F1 2019 Championship season. The session is starting shortly and there's a real sense of anticipation in the air. A feeling that anything can happen this year, and if it does, well, this weekend could be the opening chapter to one of the most exciting F1 seasons ever.
Joining me in the commentary box is, of course, Anthony Davidson. And it's great to have you back again. What can you tell us about this year's roster? There are some new faces this year, aren't there? Absolutely, Crofty. There's been a number of interesting signings over the last few months. Where would you like to start? Let's talk about the Professor. Right, well, this is definitely someone to keep an eye on. Well, they've been signed up likely in no small part due to the way they carried themselves in the Formula 2 Championship. They have a great track record of putting the team first. At one of the races, they even gave up their own position when their car had a technical issue so that their teammate, Lucas Weber, who also debuts here today, could get ahead. That kind of team spirit could take them a long way this season. Those two aren't the only new faces from Formula 2 this season, are they? No, this season we'll introduce fans to George Russell and Lando Norris, two very promising young British drivers. Plus, we'll meet Alexander Albon from Thailand, and finally, Devon Butler. Now, Devon was a bit of a controversial figure in Formula 2 last year. He racked up a lot of penalties over the course of the season, including one where he collided with his closest rival. It was a nasty clip. Now, certainly after the event, they were nothing but professional in terms of how they spoke about the incident with Devon, but it's hard to imagine them being as polite about it behind closed doors. I think this rival will be one to keep an eye on over the next few races, as both drivers take their first steps into the world of Formula 1. Nou, dat was dus de introductie. This first race of the season is always quite difficult for us trackside and for those back at the factory as well, as it's the first time the car has run since winter testing. The more consistent mileage you can get in these sessions, the happier we'll be. Okay. During your F1 career, you'll be able to utilise these sessions to complete practice programmes, which will help you learn the track and earn you points that can be invested in developing your car. You'll also be able to adjust your car setup over the course of these sessions to try and find those extra fractions of a second. The sporting regulations dictate that after each free practice session, you'll have to hand back two sets. Ja, dat weet ik wel, dat hoeft niet. Sorry. We gaan dus beginnen met de eerste practice program. Zo ziet de auto er dus uit, de Alfa Romeo auto. Ik moet steeds wennen om geen Sauber te zeggen, want dat ben ik weer eenmaal gewend. Het geluid is wel verminderd, vind ik wel jammer. Oké. Nou, alle punten behaald, dat is goed. Een achievement ontgrendeld. Is goed. Terug naar de garage gewoon. En dan gaan we gewoon door naar de kwalificatie. Now then, Anthony Davidson, you're not getting any younger, but you have been involved in your fair share of qualifying sessions in an illustrious 30-year career. How do you deal with the pressure when you have that one chance to deliver a perfect lap? It's not so much about dealing with the pressure. It's more about how you approach the risk and just how much of it are you willing to take. You're constantly balancing the car on the edge of grip from braking, cornering and traction. And over the course of a lap, it's easy to get that balance wrong. And that's why achieving the perfect lap is almost impossible. As you say, I've been doing this 30 years now and it never gets any easier. Nou. De kwalificatie dus. Iemand start al een auto op, hoor ik. Het is volgens mij mijn teammaatje, of niet? Nee, het is een Racing Point. En wij gaan dus nu ook uit de garage. En onze eerste outlap beginnen in de Formule 1. Onze eerste kwalificatie. Dus wij maken ons debuut hier in Melbourne.
DRS dus geopend. We zijn dus overstart finish en nu gaan we een ronde neerzetten. Gasly snelste tijd 1.26.0. Wij rijden een 1.29.4. En wat leuk, wat nu ook leuk is, is dat je de sectoren kunt zien. De sector 1 is groen, dan is hij persoonlijk verbeterd. Als hij rood is, is hij helemaal slecht. En als hij paars is, is de snelste van allemaal. Terwijl we doorgewezen zijn naar P11. Raikkonen nog geen tijd neergezet. Lucas Weber heeft ons gepasseerd. Terwijl we nu op P19 zitten, terwijl Vettel achter ons zit. Maar die moeten wij dus niet gaan voorbij. Vettel kijkt wel even. Ja, en daarmee is onze ronde dus verneukt. Oh, klein foutje. Ja, sorry Vettel. 5 plaatsen straf. Nou, dat boeit ons niks, want wij staan toch laatste. Dus dat heeft toch geen zin. Of we moeten dadelijk een verbetering hebben en dan is het wel kut. Shit bedoel ik, dan is het wel rot. Dus ja, we gaan gewoon nog een... Ja, dat weet ik. We kan het vinden via de MFT-button, dat weet ik. Dus we gaan gewoon nog een oude lap, flying lap beginnen. Nog 4 minuten op de klok. Deze ronde is niet goed, dus we gaan gewoon nog een ronde proberen te halen. Ik moet wel wennen aan de auto hoor, dat geef ik wel toe. En hoe die reageert. Nou, de uitslag van de kwalificatie is Hamilton pakt dus de eerste pole, Bottas 2, Verstappen 3. En wij staan dus gewoon als laatste. Nou, ik weet niet of Vettel trouwens achteraan start, want die heeft nou gewoon een tijd neergezet. Dus dat weet ik niet. En wij starten dus als laatste, niet zo goed. We hopen het beste van te maken in de race. Bad luck today. That must be incredibly disappointing. How's your grid penalty going to affect your strategy going into the... Eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet, want wij starten gewoon als laatste. Oh, reputatie is verminderd. Oeps. You scraped the walls a few times. Were you struggling for grip? Ja, dat klopt. Het was gewoon te zwaar om te besturen. Appreciate your time. Nou, dankjewel. Hij laat wel erg lang. Ah, uitslag. Nou, we verliezen al gelijk van Kimi Räikkönen, dus dat is niet goed. De resource points voor upgrades aan de auto, die hopelijk komen hier in Bahrein. Nou, 225 in totaal. De reputatie is gezakt. So, unfortunately, we've picked up some grid penalties and we'll be starting further back than you expect. As for how bad it is, that'll depend on the drivers again. Ik kwalificeerde me als laatste. En Jeff zegt, ja, laat maar. We gaan gewoon door naar de intro. It's a new Formula One season, but it's the same Albert Park that we've come to know and love for more than 2 decades now. The place host to round one of a 21 race championship that takes us from here in Australia, across the globe, and the eventual season finale at the Yas Island Circuit in Abu Dhabi. So here we are at Albert Park Circuit, 3.3 miles of public roads, closed for the weekend of course, make for a bumpy surface with little undulation. There are 16 corners around the lake with the best passing opportunities coming at turn 1 and turn 3. We have plenty of changes to the sport this year with tweaks to the regulations, a fresh looking spread of tyre compounds and of course some changes to the roster of car manufacturers.
it's goodbye to Sauber and hello once again to the classic name of Alfa Romeo in Formula One. It's also goodbye to Force India. They've been rebranded as Racing Point. Joining me to take you through all the action of the 2019 Formula One season is Anthony Davidson. And it's great to have you with us. Thanks, Crofty. Always happy to be here, and I'm looking forward to getting underway. Last year was Mercedes' fifth constructors' title in a row, although for the first half of the season, it was absolutely neck and neck with the Ferraris. Hopefully this year, we can see the chasing pack take that final step, as I'd love to see a championship contest all the way up to the final race in Abu Dhabi. Another story to keep an eye on is the performance of Red Bull, who have switched to the Honda power unit this year. What that will mean for both their performance and reliability remains to be seen. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Gasly, Charles Leclerc and Vettel, Perez, Magnussen, Grosjean and Nico Hülkenberg, Stroll, Sainz, Daniel Ricciardo and Norris, Butler, Raikkonen, Lucas Faber and Alexander Albon, Russell and the Professor. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. First race of the season, and unfortunately we're at the back of the grid. Show the team what you can do. Nou, hier zijn we dus voor ons debuut in de Formule 1. We nemen wat flink fuel mee, zodat we hard kunnen pushen in deze wedstrijd. 17 ronden zat. Maar eerst gaan we beginnen met de Formation Lab. Even de motor testen. Komt voor elkaar. Nou, we zijn dus aangekomen bij onze grid. We moeten wachten tot de lampen aangaan. De lampen zijn dus aan voor de grote prijs van Australië 2019. De allereerste carrièreaflevering in onze Formule 1 debuut. En we zijn onderweg. En het is een niet zo lekkere start. Maar Raikkonen is heel goed weg. En wij, ja, een matige start. Proberen om die dip in te remmen bij George Russell. Lukt helaas niet. We switchen wel naar de binnenkant. Maar Albon geeft ons niet echt veel ruimte. Oh, we komen Russell tegen. Cliché met de Williams. Duik je naar de binnenkant. Maar Weber geeft hier ons niet echt veel ruimte. Oh, Albon zit er ook nog tussen. Albon geeft ons hier weer geen ruimte. AI is hier erg agressief vandaag. Ik hoop niet dat het er voor de rest van het seizoen ook is. Dan kun je ook niet naar Alexander Albon rijden. Even later onder nummer 2. Russell en Albon vechten om P18. Ja, ik moet even kijken naar de positie waar ik reed. Nog steeds zij aan zij. Gaan ze ook wel met tweede bochten bekijken. Het is net geen 3 wijd in deze bocht. Ze zijn hier nog steeds nek aan nek aan het racen. Helaas. We kunnen hier ook niet aanvallen. Ja, Russell, heb je wel te pakken? Nee, want hij schiet op het gas. En we komen dus niet vooruit. We knokken een beetje eigenlijk met de auto. We kunnen hier wel een aanval inzetten naar George Russell. Lukt, hij geeft ons geen ruimte. En we duwen hier ook maar even terug. Oh, we hebben schade opgelopen aan de voorvleugel. Nou, dat wordt leuk. We moeten even kijken bij de pitstops hoe we dat gaan doen. Ronde nummer 4, we remmen diep naar Albon, maar dat lukt helaas niet. Nog steeds op P19. Kijk hier wel, maar dat lukt helaas niet. We zijn 2 tienden zijn aan onze vorige lap in sector 1. Albon heeft het wel moeilijk. Switchen naar de binnenkant. We remmen hier diep. Albon laat ons leven. En wij laten hem ook leven. P18 dus. Maar Albon komt hier wel terug.
Slecht in de middensector, 2/10 langzamer. Gat naar Weber is 5,1 seconde. We gaan een wing namelijk wel laten vervangen. Want zo kunnen wij niet rondrijden. Ronde nummer 5 inmiddels verschiet het door. Oh, Albon kijkt en die is er voorbij. Ja, we hebben namelijk een probleem met de voorvleugel, terwijl we Albon dus hebben geraakt. Wat ik dus niet had gemerkt. Maar nu kunnen wij hier gewoon alles openzetten en gewoon naar Alexander Albon toe rijden. Albon verdedigt de binnenkant, wij gaan naar de buitenkant. Albon blokkeert. En dat is... Oh, hij geeft niet op trouwens. Het is gewoon V18. En nu kunnen we dus naar Weber rijden. Lucas Weber. Deze bocht goed nemen. Die nemen we ook goed. Het is even namelijk knokken met de auto vanwege de voorvleugel die moet worden vervangen. Tijdens de pitstops, dus dat gaat wat extra tijd kosten. Later naar ronde nummer 8. Naar P11 verwezen omdat de rest al binnen is. Hamilton heeft de snelste raceronde, dus ook een extra punt. Ja, Hamilton naar de medium. En als Hamilton hem wint, dan krijgt hij 26 punten in plaats van 25, want hij heeft de snelste raceronde in handen. Dat betekent dat hij een extra punt krijgt, terwijl wij nu naar binnen duiken en ook meteen de neus gaan laten vervangen. Expect to see some rain about 10 to 15 minutes from now. 10 tot 5 minuten, dan krijgen we regen. Ja, dit duurt altijd wat langer, dus Albon kan ons gewoon pakken. Nou, kom op. Hè? Nou, dat ging wat moeilijker. 7 seconden stilgestaan, dat is niet goed. En wij zijn dus naar de laatste plek verwezen. Nou, hoop ik dat gaat lukken. Misschien kunnen we naar Albon weer toe rijden, dan plek 19 afpakken, maar plek 18 gaat niet. We hebben Russell wel gepakt. Hier open hij de avond naar Alexander Albon in de slipstream. En dat is gewoon P18. Wat best wel teleurstellend is. Wij rijden op de mediumband. De rest rijdt op de harde. Hij kan hier wel terugkomen hoor, Alexander Albon. Oh, we schieten door. Ja, lekker dan. Kan altijd slechter hè. Dus nu moeten wij dus weer met nog 200 te gaan het gat naar Alexander Albon weer dichtrijden. Hopelijk dat lukt en zo niet, dan is het een hele slechte race. En ja, wij finishen dus als P19. Het is ons niet gelukt om Alexander Albon weer in te halen. Helaas. And Mercedes have pulled off a great victory here today. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. So let's review the update. Nou, de uitslag. Hamilton wint dus de wedstrijd. Leclerc als tweede en Gasly derde. Hamilton heeft namelijk een punt extra gepakt tegen de snelste raceronde. En wij dus als 19e. Ik vond het wel heel grappig hoe die monteur van Mercedes erbij stond. Echt heel droog. Want ja ik sta hier dus lekker. Ik feest niet mee. Ik vond het zo hilarisch. Wij staan helaas als laatste in het kampioenschap, maar dat kunnen we hopelijk in Bahrein terugpakken met een punt, hoop ik. Maar we krijgen het wel moeilijk. Dus dit wordt een moeilijk begin. En ik hoop ook niet een moeilijk eind. Door naar de interviews. Dan naar de Race Center en dan zit deze aflevering er alweer op.
Als die laat, hoop ik. Nou, wij verliezen wel de rivaliteit met Kimi Räikkönen, maar dat kunnen we hopelijk nog terugpakken aan het eind van het seizoen. De resource points die we dus hebben behaald. Ik weet niet of we daar stegen of daalden bij. Well, let's hope for a better race next time out, eh? Nou, dankjewel Jeff. You're not the only driver to be handed by the press. Emails like the one I've just sent you will give you an insight on how your Formula 2 rider. Ja, interview met Lucas Weber. Be sure to check your emails regularly. Okay, zal ik doen. I'll be sure to send you any of the more, let's say, interesting press transcripts that come my way. Okay, dankjewel. Looks like one of your rivals is also. Nou, dit was dus de video, mensen. Ik hoop jullie genoten hebben. Laat van een like achter. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van F1 2019 de Green Hand Podcast tweede carrière. Reageer wat het beter kan voor dit volgende keer op sociale kanalen. Links in de beschrijving op Instagram en Facebook. Dan zou ik zeggen, fijne dag verder en tot ziens. Tot de volgende keer bij F1 2019. Dan weer verder in Bahrein. Een fijne dag verder en tot ziens.